Je kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Vrij veel bewolking in onze omgeving, af en toe wat gaten in het wolkendek, maar in het algemeen dus vrij veel grijs. En de wolken worden vanmiddag wat dikker, zodat vooral in het noorden wat neerslag kan vallen. Maar in de ochtend is het op de meeste plaatsen droog. Hier en daar een klein beetje zon en het is zacht, 8 of 9 graden. Vanmiddag komt er nog wat bij. Dan komen de temperaturen boven de 10 uit, in het zuidwesten zelfs naar 12 graden. In het noorden neemt de kans op wat motregen toe. In het zuiden blijft het overwegend droog. En er staat een matige wind. Dan gaan we naar de avond, dan hebben we nog steeds die wolkenvelden, de neerslag gaat er langzaam wel wat uit en het blijft heel zacht en ook in de nacht zakken de temperaturen maar amper, minimaal rond 8 graden. Morgen weer een zachte dag met een droge start met wolkenvelden in de ochtend, maar geen neerslag. In de middag gaat het wel regenen, het wordt 10 graden en de wind waait stevig door uit het westen. In de avond klaart het dan breed op en dalen de temperaturen vrij snel. Dinsdag is het een stuk minder zacht, 7 graden, wel meest droog met af en toe de zon. Woensdag regent het langere tijd, met 8 graden. En donderdag doen we het dan met een graad of 6 in en een enkele bui. Maar ook dan is er wel weer ruimte voor een beetje zon. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.